Weg van het vasteland is dit eiland voor de kust van Bretagne het toevluchtsoord van tekenaar Willem Holtrop. Precies een jaar geleden was hij onderweg naar Parijs, naar de redactie van Charlie Hebdo. Vlak voor aankomst hoort hij het. 10 doden. Hij wordt op afstand gehouden. De straat was vol politie en zo. Je kon er niet door en ze hielden je tegen. Dus ik ging naar... Je hebt ze niet zien liggen verder? Nee, nooit. Holtrop reageert meteen. Met deze tekening. Een journalist die een terrorist verbijstert door te roepen... Charlie is groot. Charlie Akbar, de directeur de volgende dag. Dat stond in de krant. De stift als wapen, om het vrije woord te beschermen. Charlie Hebdo schopt tegen heilige huisjes en spaart geen politicus of religie. En dus waren er altijd al bedreigingen. Maar het duurde maar door en er gebeurde niks. Dus neem je niet meer serieus dan. Hè? Dan zeg je, oh, daar heb je ze weer. En zelfs de politie, die let er niet meer zo goed op daar. Vandaag is er een speciale editie met een reconstructie van 7 januari vorig jaar. Daar was de ingang dan. Mm-hmm. Die werd meteen gepakt. En die zijn ontsnapt, die hadden ze verstopt. Ja. En, die, en hier tijdens de redactievergadering? Dit was de redactietafel. Daar zaten ze allemaal omheen. Had hij ook kunnen zitten? Ja. Een jaar later maakt hij de balans op. Satire is niet zonder risico. Realiseert nu wel dat het niet zomaar een leuk blaadje maken is, maar dat het dodelijke ernst is, letterlijk. En dan word je wat gemeener misschien in sommige tekeningen, ja. Holtrop, 74, strijdt door voor satire en het vrije woord. De wapens liggen klaar.